Goedendag, u kijkt naar het weerbericht van weerplaza.nl. Vanuit het noordwesten trekken wolken over het land, maar er zijn ook opklaringen waardoor de zon van tijd tot tijd schijnt. Verder komen er verspreid een aantal buien voor. Later op de dag vallen ze vooral nog in het midden, noorden en oosten van het land. In het zuiden en zuidwesten is het dan nagenoeg droog. Vanmiddag wordt het uiteindelijk zo'n 13 of 14 graden. En de wind neemt wat af en wordt overal matig, kracht 3 of 4 en buit uit het noordwesten. Vanavond dan nemen de buien verder af. Het wordt op de meeste plaatsen droog en naast wolkenvelden zijn er ook opklaringen. Zo halverwege de avond is het een graad of 11. Dan morgen hebben we in eerste instantie vrij veel wolkenvelden en er vallen een aantal buien in de ochtenduren. Maar in de middag wordt het op de meeste plaatsen droog en dan breekt de zon ook weer wat vaker door. Het wordt 13 tot plaatselijk 16 graden en er waait een zwakke tot matige westelijke wind. Op woensdag vrij veel bewolking, wat buien, geregen die over het land trekt, maar met een zuidelijke wind wordt het wel minder koel. De middagtemperatuur komt uit rond een graad of 17. En ook de dagen daarna is dat ongeveer de middagtemperatuur met verder wat zon, wolken en een enkele bui. Ik ben Ben Langkamp van Weerplaza.nl.